Hoe weet u nou zo zeker dat Custom Powders toch wel degelijk betrokken is geweest bij die lozing? Nou, we hebben sinds eind november een tiental metingen gedaan op het betreffende bedrijfsterrein op verschillende plekken. En er komt dus een verhoogde concentratie van dat spul uit naar voren hoe dichter je bij het bedrijf komt. Dus met name op het bedrijfsterrein zelf en een vijver op het bedrijf. Terrein geeft aan dat daar de bron ligt van dit stof. Ja, zelf ontkennen ze altijd. Houden ze dat nu nog steeds vol? Hebben jullie de laatste testresultaten voorgelegd? Nou, dit is een overleg gebeurd met de gemeente Helmond, die natuurlijk verantwoordelijk is voor het beheer van het rioolstelsel. En daar is ook afgelopen vrijdag nog een indringend gesprek over geweest met het bedrijf. En die hebben ook zich opengesteld voor nader onderzoek en ook bereid ze hebben gezegd dat ze bereid zijn om nadere maatregelen te nemen, die ook in de brief van de minister van gisteren zijn vermeld. Dus dat overleg daarover is de afgelopen dagen in een snel tempo tot een goede conclusie gekomen ten aanzien van de risico's en de aanpak die daar nu vervolgens moet plaatsvinden. Maar er is nog niet gezegd, oké, wij waren het. Jawel. Ze hebben zich daarvoor, zover ik weet, want ik ben niet zelf bij dat gesprek geweest, ze hebben dat wel erkend. En wat is dan het gevolg? Krijgen zij daar een boete voor of hoe moet ik dat zien? Nou, dit is een kwestie van wat ik eerder heb gezegd, good housekeeping. Hè. Het gaat hier over nanogrammen. Dat zijn zeer kleine hoeveelheden. Je moet eigenlijk het bedrijf als een soort laboratorium inrichten om te voorkomen dat zo'n kleine hoeveelheden bedrijf nog kunnen verlaten. Dus de maatregelen die nu genomen moeten worden, die zullen zeer streng zijn. En ze zullen dus ook niet in staat zijn om de volgende batch op te starten voordat die maatregelen genomen zijn. En dat geeft aan dat door het bedrijf eigenlijk in het verleden te makkelijk is aangenomen dat ze met het transporteren van het afvalwater zoals ze dat deden naar een chemische verwerker wel op orde zouden zijn. Ja, en hoe is dat dan eigenlijk ingekomen? Wordt zoiets dan gewoon, ja, ik ben ook maar een leek, hè? Een klein restje door het gootsteentje gespoeld en heb je dan al een vervuiling? Of hoe gaat zoiets? Ja, dat is eigenlijk wel de logische route. Dat het met het schoonspoelen van productieruimtes en het voorraadmagazijn wat men had, een container, dat daar het spul uit is gekomen. Ja, nou zijn het hele kleine hoeveelheden, dat zei u net al. Heeft de omgeving gevaar gelopen? Hebben de mensen in de buurt om gevaar gelopen? Nou, dat is vooral ook een verantwoordelijkheid van de gemeente Helmond om dat te toetsen, omdat zij bevoegd gezag zijn voor het bedrijf, qua inrichting en vergunning. Daar heeft de gemeente uitdrukkelijk maatregelen genomen en ook een informatiebrief verspreid naar de gemeenteraad en naar de bewoners. En advies gezocht van het Landelijk Instituut voor Milieu, het RIVM. En die constateren dat vanuit de lozing op het oppervlaktewater er geen risico's zijn geweest. Maar dat weten we niet zeker voor het waterleven. Wel voor menselijk contact met het water. Dat is uitgesloten dat dat risico's heeft gegeven. Maar voor het waterleven zelf moet dat nog nader onderzocht worden. Wat betreft de lucht is er ook een mogelijkheid dat via de luchtbehandeling er een verspreiding is geweest van dat stofje. En daar wordt nader onderzoek naar gedaan met het zogenaamde spreidingsmodel, wat dan toetst hoeveel van dat spul op een vierkante meter in de gemeente heeft kunnen verspreiden. En er wordt ook bodemonderzoek gedaan. Maar voor het Hans zijn de conclusies van het RIVM dat geen onnodig risico voor de bevolking heeft opgeleverd. Tot zover Ara Rikstel. Dan nog heel even een ander dossier erbij pakken. Want rond diezelfde periode was er ook een melding in Eindhoven waar dat stofje werd gevonden. Weet u al wie daar verantwoordelijk voor is geweest? Nou, dat zit bij de collega's van Waterschap de Donnel. En daar doen zij onderzoek naar. Hier gaat het bij het bedrijf Suez om een afvalwaterzuiveringscomponent bij dat afvalverwerkend bedrijf. En die krijgen dus afvalwater van andere bedrijven. Okay. Wij weten nu dat het aangetroffen wordt op de waterzuivering van de Suez, van het bedrijf daar. Maar ze zullen dus nader onderzoek moeten doen waar dan de afvalwaterstromen vandaan komen die bij Suez worden geleverd. Het zou dus theoretisch misschien wel dezelfde bron kunnen zijn? Ja, dat is gissen. Ja. Wat wij vooral ook richting ministerie en richting het productiebedrijf van dit stofje, de Chemours,
bepleiten is dat zij meer opheldering geven over hun leveranties. Dus het product wordt gebruikt bij bedrijfsprocessen om bijvoorbeeld coatings te maken. En wij zouden graag willen weten welke bedrijven in deze regio allemaal gebruik maken van dat spul, zodat wij meer gericht onderzoek kunnen doen. Maar dan moeten we weer bij Chemoer zijn, dat bedrijf in Dordrecht dat al meermalen in het nieuws was vanwege dat Gen X lambertvrij. Voor nu, dank u wel in ieder geval voor de toelichting. Geen gevaar voor de volksgezondheid geweest voor wat betreft de mensen. Dat is dan wel de boodschap.